Ik ben Dominique van Lion. Ik ben Laurens van Lieren. En ik ben Dinja van Lieren. En wij hebben hier met z'n drieën onze respectievelijke bedrijven. Wij willen jullie graag ons bedrijf laten zien. Kom maar mee, zou ik zeggen. Het rijden hier zo en het rijden bij Joop geef ik ook veel lessen hier zo, ook op deze accommodatie. Maar ik geef ook clinics op andere accommodaties en demonstraties. Het is hartstikke leuk om te doen, want vaak een demonstratie met een paard is vaak ook een goed leermoment voor zo'n paard. En het is leuk om alles wat je zelf hebt geleerd ook weer over te brengen op andere mensen. Het is altijd gewoon leuk om te doen, zeker omdat mensen heel erg enthousiast zijn vaak. En het is leuk als mensen er echt wat van kunnen leren. We zijn hier zo in een van de grote binnenbanen van de Sleviahoeve in Werkendam. Ik rij hier op Hexagons Conquest. Het is een 8-jarige ruin van Rubekiel Weltmaier. Ik rij hem nog steeds voor mijn oude baas Leunis van Lieren. En ik ga even een stukje laten zien van wat hij kan. Het fijne van Conquest is een onwijs meewerkende karakter. Hij doet ontzettend zijn best. En hij wil altijd het beste beentje voorzetten. Ik denk dat dat ook een talent is van zijn vader Rubekiel. Daar gewoon hele fijne sportpaarden van komen. Conquest beschikt gelukkig over drie hele fijne gangen en een fantastisch karakter. Dus een super fijn paard om mee te werken. Mooi hoor. Ik ben heel blij dat Dinja hier ook staat met haar paarden. Ik ben hier gekomen met mijn paarden sinds 1 juni. Ik heb hier mijn eigen bedrijf en het gaat eigenlijk heel erg lekker. Er zijn altijd nog genoeg dingen te doen als je zo net begonnen bent, maar ik wil jullie heel graag mijn stal laten zien. Zo, dit is mijn stal. Ik heb hier 17 boksen. Ik heb nog een aantal paarden hier achter staan, want ik heb nog wat meer paarden. Maar dit is het gedeelte waar mijn sportpaarden staan, de belangrijkste. Ik heb een aantal paarden die richting Grand Prix niveau zijn qua trainingsniveau. Paarden op lichte tourniveau met heel veel potentie ook voor de Grand Prix. En ik heb een heleboel jonge paarden en ik kan wel zeggen dat ik erg blij ben met de kwaliteit. Ik heb denk ik nog nooit zoveel paarden met zoveel kwaliteit op stal gehad. Dus ja, als het nou niet lukt, dan kan ik het nergens anders opsteken dan op mezelf in ieder geval. Nou, dit is een van mijn kwaliteitsvolle jonge paarden. Dit is Hummer. Dit is net goedgekeurd bij het KWPN. Een prachtig gemodelleerde hengst van West Point, Farrington Havidoff. En ja, een toekomstig talent van Russische eigenaren. Dit is Gunnar KS, de goedgekeurde dekhengst. Bellissimo M. Vincent Dommerhal. Die ga ik even laten zien. Ik laat hem eerst mooi in zijn balans lopen, hè, wat zijn kwaliteit is. Fijne houding en balans. En ik begin altijd een beetje ontspannen natuurlijk. Lekker makkelijk. En dan ga ik zo, als hij fijn aanvoelt, ga ik daarin kleine reacties vragen op mijn been. Dat hij vanuit het achterbeen aantreedt. Goed zo. Braaf. En dan ook weer ietsje terug. Even terug naar dat comfortabele beginstukje. Een keer over de diagonaal. Houding mooi in balans. Wachten dat hij mooi zacht is aan de voorkant. En als ik dan met mijn been kom, dan wil ik de reactie voelen. Braaf. Goed zo, braaf. Hij heeft een fantastische galopade in huis. Altijd bergop. Het voelt gewoon alsof ik in een sportwagen zit met enorm veel vermogen in die motor. Als ik één keer het gaspedaal indruk, dan komt er ontzettend veel power. Oh.
Nou, om het verhaal compleet te maken heeft Gunnar ook nog eens een zeer goede stap. Het is natuurlijk altijd lastig met hengsten, die kunnen wel eens wat afgeleid zijn. Maar hij heeft zoveel ruimte, zoveel souplesse en ook zoveel kracht naar voren, net als in alles in andere gangen, dat hij een hele ruime overstap maakt. En heel mooi door het lichaam kan stappen. Dus voor mij een heel compleet paard. Ook ik heb mijn paarden hier op deze prachtige accommodatie in Werkendam. Ik heb de beschikking over 12 stallen en natuurlijk deze mooie baan. Ik sta hier samen met Laurens en Dinja en we hopen nog vele mooie jaren tegemoet te gaan. En ik wil jullie heel graag mijn stal laten zien. Gaan jullie mee? Nou, hier staan mijn paarden. Ik heb een aantal jonge paarden staan. Maar ook al paarden die wat meer hebben gelopen, of wat hoger hebben gelopen. Dit is mijn enige, zeg maar halve paard. Het is Dastan. Hij loopt op dit moment ZZ zwaar. Het is een Sydney Voltaire. Hij is nu 7 jaar. En ik heb echt wel hoge verwachtingen van hem. Ik denk dat het een goed paard is voor de Grand Prix. En ook, je weet natuurlijk nooit of dat ze dat uiteindelijk gaan doen, maar je hebt altijd wel de hoop dat ze het gaan doen. En nu zijn we gewoon lekker ZZ zwaar aan het rijden. En ik wil nog een paar keer lichte toer rijden en dan kijken we wel hoe het gaat. Ik hoop dat hij zo ver mogelijk komt. Maar ik heb in ieder geval nu al heel veel plezier met hem. En hiernaast staat Dorava. Ik weet niet of dat hij wil komen. Kom eens. Met dit paard rijd ik nu net Fries & George. Het is van een hele bekende fokker, van Kees van Etten. En hij heet Dorava, dus ik dacht, nou, die moet echt eigenlijk wel bij mij komen staan. Want wie heet er nou Do? Dus ik dacht, Do hoort bij Do. En het is een 7-jarige ruin van Negro. Hij is een beetje verlegen. Kom maar. En ook van deze heb ik hele hoge verwachtingen. En wat heel leuk is bij Kees is dat... hij heeft ze natuurlijk zelf gefokt. Maar hij is ook echt heel erg gek op de sport. Dus hij vindt het hartstikke leuk als ze langer blijven. En hij geeft me ook echt de kans om samen met hem verder te komen en te ontwikkelen. Dus we genieten er gewoon allebei heel erg van. En we hebben allebei heel erg goede hoop dat dit ooit een Grand Prix paard gaat worden. Dit is mijn 12-jarige Mary Venicenta. Op stal heet ze Pops, maar op wedstrijd heet ze Venicenta. Ze is gefokt door de familie van de Erven, waar ze ook van is, nog steeds. We rijden op dit moment Grand Prix. En ik ben er best wel trots op, want ik heb haar zelf opgeleid. Ik rij haar nu ongeveer 6 jaar. En we hebben al best wel mooie wedstrijden samen meegemaakt. We hebben Vido Ban internationaal gewonnen. Nou, in galop is het heel belangrijk dat mijn paard goed actief is op het been. Dat ze goed naar voren denkt en goed terug. En dat is heel belangrijk, want als ik dan bijvoorbeeld een pirouette wil gaan inzetten, dan is het heel belangrijk dat ik goede energie heb van achter naar voren. Zodat ze zich goed draagt. En dat ze in de pirouette mooi actief blijft. Ja. Ja, goed. Als ik een pirouette draai, kijk ze naar de goede richting, terugzetten, draaien. Dan lijkt het eigenlijk best makkelijk. Ja. Gaan we een keer een serie rijden. Persoonlijk vind ik om de pas makkelijker dan om de twee. Ik weet ook niet precies hoe dit komt, maar ik heb het idee dat je dan beter in het ritme zit. In de Grand Prix zijn het er 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Ik kan er hier maar 11 doen, maar normaal zijn het er 15. Zoals dit paard heeft best wel een expressieve draf. En voor mij als ruiter is het belangrijk dat ik controle hou over het tempo. Dit paard wil van nature best wel erg voorwaarts lopen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar zeker voor de Grand Prix moet het ook een beetje terug kunnen. En hoe hoger het niveau, hoe meer verzamelingen natuurlijk gevraagd wordt. En hoe beter het paard afgericht is, hoe meer die kan schakelen in het tempo. En hoe expressiever dat terugrijden natuurlijk ook kan zijn. En ik doe wel, zeg maar, als ik het idee heb dat hij te weinig doet, dan kan je het zweepje gebruiken. Oh, hier ga ik iets te veel terug. Kan je het zweepje gebruiken als hulpmiddel. Maar ik probeer eigenlijk altijd zo min mogelijk
met de zweep te rijden, want in de proef is het ook zonde. Ik zal nog een keertje dat terugrijden naar voren, want het is wel leuk om het verschil te zien tussen naar voren en terug. En wat je dan kan doen, dat is zeker in de Grand Prix, wordt dat vaak in de kuren gedaan. Dat je in de appiëmenten heb je gewoon het draf, maar je hebt ook de verhevene draf. Dus dat is al bijna passage. Dat is wel iets wat zeker die Grand Prix paarden zeg maar echt goed duidelijk kunnen laten zien. Oké. Stukje van Jaf. Jaf is eigenlijk gewoon de hoogst verzamelde, maar dan op de plek, een soort van draven. Maar dan echt een hoge mate van verzameling. Sommige paarden hebben daar een natuurlijke aanleg voor, sommige wat minder. Ik denk al dat de meeste paarden het kunnen leren. Maar ik zelf heb altijd zoiets van, ja, die jonge paarden, daar doe ik het niet te snel mee, omdat ik vind dat best wel een hoge mate van verzameling is. Ja, maar ik denk wel dat het goed is om af en toe even te kijken of dat zo'n paard een beetje een natuurlijke aanleg heeft voor zo'n piaf. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik met mijn paard train. En ik weet zeker dat Pops en ik nog heel veel gaan leren en nog heel veel wedstrijden zullen verschijnen. En we hopen natuurlijk dat we heel veel wedstrijden goed gaan afsluiten. Maar voor nu gaan we eerst heel hard oefenen en doortrainen. Nou, ik hoop dat jullie een beetje indruk hebben gekregen van deze supermooie accommodatie, onze bezigheden en ook onze samenwerking. Ja, ik denk dat wij met z'n drie een hele mooie toekomst tegemoet gaan.